Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering. En vandaag is bij mij te gast Ilko Runia, essayist, schrijver en historicus en ook docent filosofie van de geschiedenis in Groningen. Ja, dag Ilko. Ja, hallo. Welkom, leuk dat je hier bent. Directe aanleiding vormt natuurlijk jouw spraakmakende essay in januari, waarin je afscheid neemt van de universitaire wereld en meer in het bijzonder de Universiteit Groningen. Daarover gaan wij uitvoerig met elkaar praten. Maar waar ik zelf heel benieuwd naar ben en ook toen ik het essay las, in NRC Handelsblad was het. Wat was nou voor jou het moment waarop je dacht van nu ga ik die brief schrijven naar de krant? Het ging eigenlijk heel gek, want ik was nog maar een paar weken daarvoor vast van plan, dat zei ik ook tegen mijn geliefde, om zo geruisloos mogelijk te vertrekken bij de universiteit. Oh, dat heb je niet gedaan. Dat is totaal mislukt. Wat was het? Toen ik mijn vertrek aankondigde, vooral bij studenten, dat sloeg nogal in. Dat was onverwachts voor studenten. Zij vroegen mij van wat me nou precies bewogen had om te vertrekken. En ik kreeg vervolgens ook vragen van de Groninger Universiteitskrant in dezelfde sfeer. Toen hoorde ik mezelf daar ontzettende onbeholpen antwoorden op geven van waarom ik nou eigenlijk wegging. Dus ik dacht, dat moet beter kunnen. Dus ik heb mezelf eigenlijk toen ertoe gezet om een stuk te schrijven, om voor mezelf helder te krijgen van waarom ik nou eigenlijk wilde vertrekken. En dat is dat stuk in de NRC geworden. En eigenlijk is dat toen een heel eigen leven. Ja, want je had dat besluit dus genomen. Ik had dat besluit al een hele tijd geleden genomen. En ik was eigenlijk al bezig om zo een beetje te vertrekken door wat lezingen te geven. Zo in het land over van allerlei dingen. Mm-hmm. Dus ik was eigenlijk al min of meer los van de universiteit. In ieder geval mentaal. Ja. Op het moment dat ik besloot van laat ik toch nog eens proberen op te schrijven van wat me nou precies niet lekker zit in de manier waarop de universiteit functioneert. En ik denk ook dat me een soort vrijheid gegeven heeft om, om op een andere manier dan gebruikelijk is, denk ik, te kijken naar van wat is er nou eigenlijk gaande aan nu. Ja, omdat je eigenlijk al emotioneel afscheid genomen had of van meer vanuit een afstand. Ik was eigenlijk in staat om zonder wrok of zonder dat soort negativiteit te kijken. En ik denk dat dat ook voor een deel veroorzaakt heeft dat het zo'n impact heeft gekregen. Ja, tegelijkertijd ontging het mij als lezer toch niet dat daar ook behoorlijk wat, ik zou zeggen, wat pijn in zat in dat verhaal. En dan misschien niet de directe pijn, maar dan toch wel een die misschien gelouterd was in de loop der jaren. Maar waar dat was tussen de regels door, was dat toch wel heel voelbaar. Ja, wat doe je op? Dat je toch heel duidelijk een ervaring van vervreemding beschrijft. En iets waar je eigenlijk helemaal niet meer mee wil gaan. Ja, nee, dat is absoluut zo. Dat op zichzelf is toch alleen al een pijnlijk proces. Ja, nee, dat is absoluut zo. Ik heb jarenlang met ontzettend veel plezier daar gewerkt. Ik had de absolute vrijheid om mijn eigen passie na te jagen. Mm-hmm. Had daar ook veel geld voor. Ik heb een groot project gekregen waardoor ik gewoon kon doen wat ik wilde. Ben ook een aantal keer in het buitenland geweest als gastprofessor, wat me ook buitengewoon goed beviel in Stanford en Berkeley. Waar ook een soort sfeer heerste van doe wat je wil en probeer daar zo goed mogelijk in te worden. Nou, dat is ook wel het unieke in de academische wereld. Ja, precies. Ja. Maar toen ik realiseerde dat eigenlijk in de laatste jaren in Groningen nauwelijks nog het geval was, dacht ik van, wat wil ik dit nog op deze manier? En toen kwam ik eigenlijk zo snel tot de conclusie dat ik dat niet meer wilde. Heb je het over de laatste 5 of 10 jaar? Dan heb ik het over de laatste 3, 4 jaar. Ja. Oké, en dat is natuurlijk, want die discussie over de universiteit is natuurlijk veel ouder. Ja, ja, ja. Chris Lorenz heeft zich in de jaren 90 er al uitvoerig over uitgesproken. Ja. Samen met hem hebben we ook dat boek gemaakt. Wat was het dan? If you're so smart, why aren't you rich? Dat is in 2008, meen ik. Ja. Vanuit onze vereniging Beter Onderwijs Nederland zijn regelmatig ook aan de bel getrokken. We hebben een aantal jaren geleden hier in Amsterdam nog een manifestatie gehad. Waartoe is de universiteit op aarde? Ja. Dus het is een langer debat. Het gekke is,
Dat stuk van jou in de krant lijkt ook wel op een moment te zijn gekomen waarin het water menigeen toch te nauw aan de lippen is gestegen. Want ik denk, hoe waren die reacties? Ja, nou, ik ben helemaal overspoeld met mails en met berichten. Ik wist niet wat me overkwam. Maar wat je zegt is helemaal waar. Chris Lorenz heeft al in de jaren 90 op een hele goede manier, een hele grondige manier laten zien welke kant het uitging en wat daar allemaal niet aan deugde. Ja. En dat is vervolgens heeft dat allerlei vervolgen gekregen. Je hebt dat zelf natuurlijk gedaan en er zijn tal van mensen die dat hebben geprobeerd onder de aandacht te brengen. En dat is op een of andere manier altijd toch meer of meer doodgevallen. Want hoe verhield jij je destijds tot die discussie? Niet, eigenlijk niet. Maar hoe kwam dat? Omdat ik dacht, ik heb het hier naar mijn zin. Ik doe gewoon mijn ding. Dus je herkende het niet destijds? Ik wil niet zeggen dat ik het niet herkende. Ik heb daar met Chris Lorenz nog wel discussies over gehad. Dat ik er wel veel van herkende. Maar bij mij bleef het meer in de sfeer van een soort, dat ik aan mijn theewater voelde dat de dingen volkomen uit de hand aan het lopen waren. Maar zelf nog heel veel vrijheid had. Heel veel mogelijkheden had om leuke dingen te doen. Dat is heel herkenbaar. Zolang het niet aan jouw deur klopt, dan denk je, het zal wel. Ja, herken het wel. Nou, in een zekere zin ben ik nog steeds, was ik nog steeds wel een soort vrije vogel binnen Groningen. Dat is me door sommige mensen ook wel kwalijk genomen. Dat ik makkelijk praten had en maar dat nam niet weg dat ik vond dat de afgelopen jaren het van kwaad tot erger ging. Dus toen kwam het zeg maar bij jou binnen, om het zo maar te noemen? Ik weet niet goed hoe ik die. Dat kwam het binnen. Ik moet zeggen, het komt pas nu echt binnen, gek genoeg. Hè? Ja? Ik ben nu een boek aan het schrijven, een klein boekje over de universiteit. En ik probeer het allemaal zo zoveel mogelijk me te realiseren. Van wat is er nou gaande en hoe kun je dat duiden enzovoorts. En mijn eigen ervaringen daarin te verwerken. En pas nu zie ik eigenlijk wat er gebeurt, wat er gaande is, waar ik in betrokken ben geweest. En ik kan het pas nu ik er al min of meer uit ben, scherp zien. Dat is natuurlijk in zekere zin een buitengewoon teleurstellende conclusie, dat ik het pas scherp kan zien nu ik vertrokken ben. Maar dat is denk ik wel een feit. Dat ik pas dit is denk ik heel belangrijk. Ik heb me daar zelf ook regelmatig het hoofd over gebogen. Van waarom gaan zoveel mensen mee en waarom is er geen grote verzet? Ja, nou, dat wordt een van de hoofdstukken uit het boekje. Dat gaat heten hospitalisatie. Of althans, misschien gaat het niet zo heten. Maar een fenomeen wat natuurlijk uit de ziekenhuiswereld bekend is. Dat mensen die lang in een ziekenhuis werken of daar liggen, die gaan zich helemaal instellen op de organisatie. Nee, dat heet hospitalisatie. Iets soortgelijks doet zich aan de academie voor en de universiteit. En mensen die daar werken, langere tijd werken, die worden volledig gevormd, gaan volledig staan naar de organisatie. En daar hoort bij dat je gelooft dat het ooit nog wel weer beter zal worden, of dat de universiteit in een tijdelijke dip zit of zo. Het is een verbluffend inderdaad dat zoveel medewerkers van de universiteit, waarvan je toch mag aannemen dat het slimmer en tot analyse in staat zijn de mensen zijn, dat die in die situatie zitten en gewoon niet zien wat er gebeurt. Ja, ik heb me daar ook enorm over verbaasd. Ook bij mijn eigen collega's, soms ook naast de collega's. En dat je merkt dat de logica van het stelsel of het systeem voor een deel geïnternaliseerd wordt. Ja. Disciplinering noemt Foucault het. Ja. En notabene de collega's die ook Foucault kennen, dat gewoon doen. Ja, exact. En bij wijze van spreken, vanuit die disciplinering ook nog andere collega's berispen of tot de orde willen roepen. Ja. En het idiote is dat die disciplinering, die hebben ze bij de universiteit professionalisering genoemd. Ja, dat is echt een hele krankzinnige beweging is dat. Dat er heel veel zogenaamd aan professionalisering gedaan wordt. Ja. En de basiskwalificatie onderwijs is daar een goed voorbeeld van. Het verplichte stramien voor studiehandleiding is daar een voorbeeld van. En al die vormen van professionalisering zijn in feite vormen van disciplinering. Door dat soort dingen te doen, dat soort dingen op te leggen, worden de docenten in het kader van de universiteit en van de faculteit geperst. Het facultaire onderwijsstramien, de facultaire onderwijsideologie, de universitaire onderwijsideologie wordt overgedragen door dat soort zogenaamde professionaliseringsactiviteit. Ja, dus het is eigenlijk je ziet een disciplineringsmechanisme op verschillende terreinen, onderwijs, onderzoek.
Dat voor een deel wordt gepresenteerd als professionalisering, ja, zoals je het zelf schetst. Waarbij je eigenlijk ook tekort schiet, hè, wanneer je daar niet aan voldoet. Of wenst te en als je er niet aan wenst te voldoen, dan is het eigenlijk een teken van een gebrek aan professionaliteit. Ja. Dan is het, dus er zit ook een hele morele lading. Ja. Dat is trouwens buitengewoon effectief, hè? Het collectieve en buitengewoon sterke schuldgevoel wat bij al die universitaire medewerkers geïnduceerd wordt, is een buitengewoon krachtig disciplinerend middel om je te voegen naar de organisatie. En dat schuldgevoel, je schiet namelijk altijd tekort als je aan de universiteit werkt. Hè? Je doet nooit genoeg onderzoek, je besteedt nooit genoeg tijd aan je studenten, je volgt nooit de procedures precies zoals het zou moeten. Dus er is een collectief voortdurend sterk schuldgevoel. En dat dwingt mensen of brengt mensen ertoe om je dan toch maar weer te voegen naar die organisatie. Ja, ik wil nog eventjes terug naar wat je zo even schetste. Dus dat je zelf terugkijkend nu bijna tot de constatering komt dat je eigenlijk ook in het verleden in iets terecht bent gekomen of verzeild bent geraakt, waarvan je nu pas eigenlijk zegt van wat is er eigenlijk allemaal gebeurd. Ja. Dit wijst bijna op een soort dissociatie. Dus is het ook zo dat jij voor een deel op dit moment eigenlijk je verleden aan het de balans aan het opmaken? Ja, dat is precies zo. Dat is, ik vind ook dat ik per ongeluk, of eigenlijk helemaal per ongeluk, mijn perfecte afscheid geanceneerd heb. Mm-hmm. Door op deze manier te vertrekken. En door mezelf, en dat wordt ook een beetje door de uitgever natuurlijk bevorderd, door mezelf te dwingen om daar nu een boekje over te schrijven. Nou. Dat stelt me in staat, of dat dwingt mij toe, om al die dingen die ik de afgelopen tijd heb meegemaakt, misschien inderdaad in een enigszins gedissocieerde vorm, bij elkaar te brengen en daar weer een mooi, samenhangend, krachtig, in ieder geval doorleefd geheel van te maken. Hey, en waar put je dan uit bij de reconstructie? Want ik moet ook een beetje denken aan nu. Aan het bureau van Voskuil, die eigenlijk met terugwerkende kracht het hele Mertens Instituut deconstrueert. Ja. Ik weet niet of je zo ver wil gaan. Dat is een mooi vergelijking. Achteraf bleek natuurlijk dat hij in de tussentijd eigenlijk al allerlei aantekeningen had bijgehouden en ook misschien het wel heeft volgehouden omdat hij altijd nog in het vooruitzicht had dat hij na zijn pensioen eens eventjes de waarheid naar buiten zou brengen over wat er gaande was. Mm. Ik vind het niet de meest sympathieke manier waarop je in een institutie kan staan. Maar waar grijp jij nu op terug als je terugblikt? Zijn dat ook aantekeningen? Zijn gewoon herinneringen die in je opkomen? Wat? Ja, dat zijn herinneringen. Ik heb nooit De bedoeling gehad om hier een boekje over te schrijven. Sterker nog, ik heb mezelf ervan moeten overtuigen. En mijn uitgever heeft me ervan moeten overtuigen dat dit een goed idee was. En ik vind het een voortreffelijk idee, maar ik heb die behoefte nooit gehad. Sterker nog, ik heb altijd de neiging gehad om de dingen te doen waar mijn hart naar uitging. En dat was nou niet in eerste instantie me bezighouden met de ambiance waarin ik werkte. Dus ik put niet uit aantekeningen. Dus ik put uit mijn herinneringen, uit ervaringen die ik heb en die nog steeds actueel zijn. Zoals dat gaat met schrijven, als je er een keer in verdiept, als je er een keer mee bezig bent en jezelf dwingt om het in zijn volheid neer te zetten, dan komt het naar boven inderdaad. Ja. Dus ik sta er ook zelf van te kijken wat er allemaal gebeurt. En de levendigheid en de energie en weet ik hoe je het allemaal moet noemen, die in die tekst gaat zitten. Dat maakt het ook heel bevredigend om te doen. Ik ben heel, heel benieuwd naar het resultaat. Maar het wordt een heel gruwelijk, maar ook heel komisch boekje. Gruwelijk? Ja, heel gruwelijk, ja. Ja. Okay. Nou, dat stuk in de krant hebben mensen van opgekeken, van hey, gaat het zo aan de universiteit? Ja. Ik denk dat er nog heel wat meer te zeggen is over hoe dingen gaan. Ja. En dat is ook wat ik hoop, dat mensen buiten de universitaire wereld, in de politiek, maar ook in de maatschappij in zijn algemeenheid, zich gaan realiseren van hier is echt iets gaande. Ja. Ik had gisteren een debat met de minister en een paar mensen over dit soort dingen. En ik heb telkens het gevoel, de urgentie dringt niet echt door. Nee. En ik probeer door dat boekje in ieder geval
te realiseren dat men echt zich realiseert in de politiek, ook in de maatschappij. Hier is sprake van een crisis. Je moet iets gebeuren. Nou ja, ik zat met Annette de Groot, ook in het kader van Voor de Ommekeer, aan tafel. En daar hadden we het over het proces van verengelsing. Nou, niemand is tegen internationalisering natuurlijk. Ik bedoel, dat hoort bij wetenschap. Hè? Maar ook de manier waarop dat nu eigenlijk wordt uitgerold door de universiteiten. Ja. Nou, Groningen heb je er ook volop mee te maken. Ja. En dat zij inderdaad ook moest constateren. Nou, we zitten in een uiterst rationele omgeving, zou je zeggen. Mm-hmm. Universiteit. Mm-hmm. En er is op geen enkele manier een wetenschappelijk onderzoek geraadpleegd bij dit hele proces. Nee. Ja, dus er worden prikkels gevolgd die financieel van aard zijn. Er is een soort ideologie die wordt gehanteerd. Maar er is eigenlijk geen volwassen, rationeel gesprek over, nou, waar is het nou zinvol voor? Nee. Wat zijn de voor- en tegens? Hoe gaan we het doen? Het wordt simpelweg uitgerold, omdat kennelijk een financiële prikkel, die overigens ook illusoir is, hè, want hoe meer studenten er komen, ook van elders, hoe minder geld er per student ter beschikking is. Kunnen we ook gewoon allemaal laten zien. Ja. En ondertussen gaat het door. Dus dit is een soort gekke, bijna verdwazing. Ja, dat is het ook. Je zegt, er wordt iets uitgerold. Het is erger dan dat. Want er wordt niet één ding uitgerold. Er worden allerlei dingen uitgerold die ook nog gewoon haaks op elkaar staan. Ja. Als je leest wat ik de afgelopen tijd gedaan heb, waar ik nooit aan toe kwam natuurlijk toen ik daar nog werkte. Als je leest wat er door mijn eigen universiteit geschreven is aan beleidsnotities over hoe het onderwijs eruit zou moeten zien. Wat de onderwijsideologie is. Dat is werkelijk van het niveau. Dat is niet te geloven. Ja. Dat wordt allemaal dus door universitaire mensen. Orwelliaanse newspeak. Ja, nee, dat heeft Chris Lawrence natuurlijk ook laten zien. Woorden die gewoon het tegendeel betekenen in die universitaire newspeak van wat ze eigenlijk geacht worden te betekenen. Excellent. Nou ja, het woord professionalisering bijvoorbeeld. Ja. Dat betekent inmiddels het tegendeel van wat het oorspronkelijk betekende. Professionalisering in de universitaire wereld is dat je in staat bent om de facultaire onderwijsideologie, zoals jij dat noemt, uit te rollen. Ja. Terwijl het natuurlijk vroeger was, een professional is iemand die autonoom beslissingen neemt. Die zelf zijn eigen kwaliteitsnormen bewaakt. Mm-hmm. Dat is iets wat tegenwoordig volkomen onprofessioneel gevonden wordt door de universiteit. Ja. En daar hebben ze dus een ideologie op losgelaten. Dat is er allemaal mensen bedacht die daar helemaal geen verstand van hebben. Maar dat is wel allemaal in notas opgeschreven. Waarin in het voorwoord staat, elke docent van deze universiteit wordt geacht de inhoud van deze nota te kennen. Die notas worden nooit gelezen. Die zijn 70, 80 pagina's lang. Er staat dus allemaal van dat soort onderwijskundige bullshit in. En je wordt geacht die nota's te kennen en daar word je ook op afgerekend. En dat is dus gewoon onzin. Er staan allemaal dingen in die helemaal niet kloppen. Hè? Volkomen irrationeel. Ja. Ja, dat is ongehoord. Hè? Want het bolwerk van, van rationaliteit. Ja, dat is heel gek. Ja. En dat dit soort processen zich daar afspelen. Ja, ja. En als we even teruggaan naar ook de analyse die jij gemaakt hebt. Dus eerst stel je hier, ook in het gesprek zo even al, dat je eigenlijk aanvankelijk helemaal niet zo bezig was met die problematiek. Tot op een goed moment je begint te merken van, hey, wacht even, ik raak echt iets kwijt. Ja. Dat is denk ik al een deel van de diagnose. Hè, van dat gek genoeg heel veel docenten of professionals onvoldoende betrokken zijn bij deze problematiek. Om wat voor reden dan ook. Hè? Maar dat is denk ik het eerste. Het tweede is natuurlijk dat een discours wordt gehanteerd waar mensen kennelijk heel vatbaar voor zijn. Dat is dat ze over gaan nemen of zelf ook gaan gebruiken. Ja. Wat ogenschijnlijk heel redelijk is. Ja. Daar hebben we het over gehad. Dat is eigenlijk die disciplinering die plaatsvindt. Wat voor oorzaken zie jij nu nog meer in dat het zo is misgegaan van de afgelopen decennia? Ja, nou, ik denk dat er een aantal dingen zijn. Ik vind onthutsend, moet ik zeggen. Dat heb ik gisteren ook in mijn betoog bij de minister laten zien.
dat de verhouding tussen wetenschappers en niet-wetenschappelijk personeel volkomen uit het lood geraakt is. Ik weet niet, heb jij een idee hoe die verhouding ligt? Ja, vanuit mijn achtergrond, ik vermoed dat het een 50-50 is. Ja, precies, dat is ongeveer 50-50. Dus ja. Dat de helft van de mensen die aan de universiteit werkt, die behoren tot het zogenaamde ondersteunend en beheerspersoneel. Ja. En als je die cijfers uitsplitst... Dat is ook administratie, communicatie, jawel, maar als je die cijfers schoonmaker zit er allemaal, dat wordt allemaal van buitenaf ingehuurd. Als je die cijfers uitsplitst, dan zie je dat de afgelopen 15 jaar... Mm-hmm. vooral het beheerspersoneel boven schaal 10, dat met 44% is toegenomen. Terwijl het echte ondersteunende personeel, dat is licht afgenomen. Ja. Dus we zitten met een situatie waarin we hoe langer hoe meer beleidsmedewerkers, ambtelijke instanties aan de universiteit hebben, die voor een ongelooflijke overheid zorgen en die ook de mensen die het feitelijke werk moeten doen, de mensen, de onderzoekers en de onderwijsgevers, met allemaal klussen opzamelen. Dan heb ik het alleen maar over mensen binnen de universiteit. Ja, oprukkende management. Dan heb je ook nog geweldig grote organisaties, de accreditatieorganisaties, de VNAO. NVO. Ik schrok ervan toen ik naar die site ging. Daar werken ook, ik geloof, 60, 70 mensen. Mm-hmm. NWO, waar een ongelooflijke overheid zit, de Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Dus er is ik heb in die lezing gisteren heb ik gezegd van wie ondersteunt nu eigenlijk wie? We zijn in een situatie terechtgekomen dat de wetenschappers het ondersteunende personeel ondersteunen. Dat wil zeggen faciliteren en legitimeren. De verhoudingen zijn volkomen omgedraaid. Tot 20 jaar geleden werd gezegd, wetenschappers, dat zijn de mensen die in de Ivoren Toren zitten. Mm-hmm. We zijn in een situatie terechtgekomen nu, dat het hele beheer, het management, dat in een Ivoren Toren zit. We hebben geen idee meer wat er op de werkvloer gebeurt. Laten zich er ook niet op aanspreken. Wordt geen verantwoording afgelegd. Dat is een ivoren toren geworden. Van waaruit allerlei dingen op de mensen die op de werkvloer los worden gelaten. Maar die verhouding is volkomen zoek geraakt. Ja. Ja, herkenbaar. Hè? Dus onze vereniging Beter Onderwijs Nederland, die heeft natuurlijk ook wat andere sectoren betreft eigenlijk al daarop gewezen. Het HBO heeft hier ook een schrikbarende verhouding tussen docenten versus ondersteunend personeel. Ja. Dat kan zelfs in werktijd oplopen dat nog maar 20% van het totale budget feitelijk naar onderwijstijd gaat. Ja. Ja. En dat de rest eigenlijk in gebouwen gaat zitten, in de ondersteuning, in eigenlijk alles wat erbij hoort. Dat proces voltrekt zich inderdaad ook aan de universiteiten. Dat is. Je kunt daar op verschillende manieren naar kijken. Hè. Dus de eerste is, er is een hele zwerm mensen is uit de universiteit binnengekomen die daar zijn graantje wil meepikken, om het zo maar te noemen. Mm. Die misschien wel kwaadaardige bedoelingen heeft. Er is er een logica binnen de universiteit werkzaam geworden, waarvan iedereen denkt dat die eigenlijk iets goeds aan het doen is, maar het leidt uiteindelijk tot een enorm verstikkende omgeving. Ja, ja. Voor welk scenario kies jij? Ja, nou, er is inderdaad een logica gaande waar iedereen in opgesloten zit en waar niemand nog uit lijkt te kunnen ontsnappen. Dat gevoel heb ik sterk. Ja, de hele strijd om de studenten bijvoorbeeld, om voldoende studenten te trekken, dat is volkomen uit de hand gelopen. Ja. Iedereen doet het omdat iedereen het doet. Ja, dat is hetzelfde met die verengels in. Er zit helemaal geen logica meer achter. Er is uitgerekend, Elsevier heeft dat laatst uitgerekend, er moet geld bij. Het buitenlandse studentenwerven kost per saldo meer dan het oplevert. Maar toch kan iedereen, of kan niemand eraan ontsnappen aan die loop. Nee, als je het niet meedoet, dan zeg je het voorstaan van je faculteit. We zitten in de volkomen krankzinnige situatie, ik heb dat in het kader van mijn boek heb ik dat laatst uitgezocht, dat we aan universiteiten een soort ministeries van Buitenlandse Zaken hebben gecreëerd. Mijn eigen universiteit, voormalige Universiteit Groningen. Ja, die was met de dependance bezig. Die heeft ook een afdeling, die heet ISR, International Strategy and Relations, zal dat wel zijn. Ja. Die op internet eigenlijk, op de site van de universiteit eigenlijk niet te vinden is. Daar werken 13 mensen als een soort
departement van Buitenlandse Zaken. Van dus de universiteit. Moet je daar even nagaan. Dat er dus op al die universiteiten in Nederland... Ja. een soort departementen van Buitenlandse Zaken zitten. Ja, om te zorgen om relaties met al die buitenlanden te krijgen. Om te zorgen dat daar dan af en toe studenten vandaan komen. Die dan per saldo ook nog geld blijken te kosten. Als we ze hier één keer naartoe halen. Iedereen doet eraan mee. Dus het is een soort logica, zoals jij die net schetst. Die kennelijk onontkoombaar is. Maar die elke rationaliteit mist. Ja, ik op mijn afdeling. Je zult het beeld misschien herkennen. Wij zitten op de 11e verdieping van de Vrije Universiteit. Daar zijn we, ik meen, weer 2 jaar geleden terechtgekomen. We kwamen eerst van de 13e. We zijn toen naar de 2e verhuisd. Van de 2e naar de 11e. Allemaal een tijdsbestek van 5 jaar. Mm-hmm. Vorig jaar zijn onze collega's, econometristen van de afdeling, verdwenen. Want hebben een goede berekening gemaakt en die moesten zoveel betalen per vierkante meter kantoorruimte. Dat was veel te duur geworden. Mm-hmm. Dus die zijn bij elkaar gaan zitten op, ik meen, de 4e verdieping. Mm-hmm. Dan staat al bijna een jaar de helft van onze afdeling leeg. Mm-hmm. Wij hebben geen eigen kamers meer, want dat was te duur. Mm. Ja, dus we moeten allemaal ruimtes duur. Het zijn flexplekken geworden, allemaal berekeningen opgemaakt. Dus voor studenten eigenlijk geen plek meer, die hadden eerst eigen plekken. Dus we zitten nu een jaar lang in een situatie waarin ik tegenover me allemaal lege kantoren zie staan. Mm-hmm. Ja. En omdat mensen daar verdwenen zijn, daar zit dus niemand meer in. Niemand maakt er meer gebruik van. Mm-hmm. En wij zitten in hele kleine ruimtes. Mm-hmm. Omdat het te duur is om meer ruimte in beslag te nemen. Ja. Nou, dat noemen ze dan, je kent dat wel, de facilitaire diensten. Yeah. Die dus eigen bedrijfsvoering hebben. Yeah. Die alles in beeld brengen van wat iets kost. Yeah. En netto resultaat is dat er dus geen doelmatig gebruik wordt gemaakt van dit geval van de gebouwen. Ja. Nee, maar dat neemt krankzinnige proporties aan. Hè. Ja. Ik bedoel, als ik een congres organiseer, dan moet ik, omdat het congres te huis is, dan moet ik van mijn eigen universiteit een ruimte huren. Ja, precies. En moet ik de audiovisuele dienst, van mijn eigen universiteit moet ik inhuren. Ja. En dan moet ik dus... Extern moet ik zorgen dat ik geld werf om mijn eigen universiteit te kunnen laten doen waarvoor ik aan de universiteit werk. Ja. We hadden het over die logica. Want dit is natuurlijk een deel van de verklaring. Hè? Dus dat je niet meer vanuit een concept denkt van een gemeenschappelijk goed. Ja, we zijn hier op de universiteit. We maken er iets moois van voor de studenten. Ja. Maar wij hebben alles eigenlijk in segmenten opgedeeld. Ja. Dat is de bekende, wat begonnen is met New Public Management. Dus de soort logica waarin iedereen met iedereen concurreert. Omdat je denkt dat je dan een efficiëntieslag kunt maken. Maar de keerzijde is dat we alles in kaart moeten brengen. Dat alles berekend moet worden. En ondertussen dus je kerntaak eigenlijk uit het zichtgat verdwijnen. Ja, zoals je het beschrijft, ik denk dat helemaal waar is. Dat je idealiter een organisatie hebt of een werksfeer hebt aan de universiteit... wanneer je het zo leuk en zo goed mogelijk probeert te maken. Ook voor de docenten uiteraard, maar ook voor de studenten. En dat is helemaal niet meer mogelijk. Om een voorbeeld te noemen, begin vorig jaar, toen waren de verkiezingen. Toen heb ik bedacht, laat ik nou buiten alle universitaire regeltjes om... pop-up symposia beleggen over populisme. Ja. Dat vinden de studenten leuk. Ja. Laten we dat zonder al te veel gedoe organiseren. Ja. Nou, de studenten bleken dat ontzettend leuk te vinden. Maar toen bleek er een probleem te zijn, namelijk dat mijn eigen universiteit, mijn eigen afdeling, mijn eigen faculteit niet bereid was om de studenten, mijn eigen studenten van de student van de faculteit, op de hoogte te stellen van het feit dat die pop-up symposia plaatsvonden. Omdat er een oekase lag, we mogen de studenten alleen maar mails sturen die rechtstreeks met het eigen onderwijs te maken hebben. Ja. En omdat dit buiten het reguliere onderwijs viel, mochten de studenten die dat ontzettend graag... Die het heel erg leuk vonden, die daar graag aan wilden deelnemen, mochten niet op de hoogte gesteld worden van het feit dat die symposia er waren. Dus in zo'n situatie zijn we beland, dat we niet meer inderdaad het leuk, spannend, levendig kunnen houden, kunnen maken, omdat we voortdurend tegen allerlei... volkomen krankzinnige en contraproductieve regels aanlopen. Ja, en dat...
ja, de logica die daarin werkzaam is, inderdaad, die laat zich ook nog eens heel goed combineren met ICT. Hè? Dus waar alle data ingevoerd moeten worden. Ja. Dus het versterkt elkaar ook. Ja, hè? Je wordt doodgerationaliseerd. Hè? Ja. Met een soort transparantie die eigenlijk heel verneukeratief uitwerkt. Ja. Dat is trouwens ook een leuke, die transparantie. Ja, Dat is het meest positieve woord in de facultaire en universitaire nota's. Hè? Transparantie. Ja, transparantie. Beter kun je het niet hebben, transparant. Ja. Ja, dat is weer terwijl de bestuursstijl precies het tegendeel van transparant is. Ik bedoel, mijn bestuurders die ik aan mijn universiteit heb meegemaakt, die hebben één basisstrategie en dat is kaarten tegen de borst houden. Ik bedoel, het tegendeel van transparantie. Ik bedoel, er zitten voortdurend van dat soort perverse tegenstrijdigheden in de manier waarop de universiteit werkt, zichzelf profileert. En dat maakt het ook een ontzettend onwezenlijke omgeving inmiddels. Ja. Ik denk dat dat wel een van de belangrijkste redenen geweest is dat ik uiteindelijk vertrokken ben. Dat ik het onwezenlijk begon te vinden. Dat is die vervreemding ook. Dat die is die vervreemding. In jouw stuk ook proefde. Ja, precies, ja. Ja. Ja, ik denk, wat is dit? Wat is dit voor absurditeit? Ja, exact, ja. Ja. Nou, de absurditeit, dat heeft nog een soort scherpte. Maar dat ik het gevoel had van, wat is hier, wat gebeurt hier? Okay. Dat je niet meer een soort grond onder de voeten hebt. Omdat de dingen zo niks te maken hebben met met wat je als redelijk of rationeel ervaart. Ja, nou, is in al dat proces natuurlijk wat al vele jaren gaande is. Ja. Ook, nou, we hebben net eigenlijk een aantal dingen in kaart gebracht. Hè. Enerzijds docenten die zich er niet zoveel van aantrekken, omdat ze zich nog kunnen wegvluchten in hun eigen activiteiten, werkgebied. Mm-hmm. Tot zolang dat gaat, om het zo maar te noemen. Een soort disciplinering waarin men eigenlijk die taal gaat overnemen. Ik hoor heel veel collega's ook al zeggen, ja, maar dit college is verliesgevend. Ik vond het echt een wonderlijke ervaring. Dit college is verliesgevend. Weet je. Ja, dit zijn overigens niet eens mijn colleges, maar ik denk van, maar wacht even, onderwijs is volgens mij per definitie verliesgevend. Ja, maar wat bedoelt ze dan met verliesgevend? Verliesgevend is dat het in plaats van 15 zaten er 10 studenten. Okay. Dus het mocht eigenlijk ook niet bestaan. Ja, ja, ja. Nee, want het was. En dat is natuurlijk volgens de rekensom die men hanteert. Ja. Dat is op het moment dat je de norm gaat stellen bij 30, wordt 25 studenten verliesgevend. Ja, dat is maar net hoe je definieert natuurlijk. Ja. Maar gewoon een soort van zelfsprekendheid van, dit is, dus we moeten wel dit, of dus we moeten wel dat. Ja. En dus dat is ook de logica die eigenlijk binnensluipt. Ja. Maar ook inderdaad met alle procedures die daarbij horen. Dus hoe colleges eruit moeten zien, hoe je daarvan verslag moet leggen. En ook mensen die eigenlijk door de grote aantallen helemaal stapelgek worden. Dat kan je natuurlijk ook. Hè? Ja. Want het studentenaantal sinds 2000 is met 40% gegroeid. En we gaan nog meer de buitenlandse markt op. Dus het wordt alleen maar 40% gegroeid met dezelfde hoeveelheid personeel. Met dezelfde hoeveelheid personeel, nagenoeg. Ja. Dus je ziet dat eigenlijk, hè. Dus die druk neemt enorm toe. En ook de financiële logica die daarbij gehanteerd wordt. Ja. Moeten we daar nog wel wat bij nemen? Dus we hebben de. Nou ja, wat ik in mijn boek ook beschrijf is dat de universitaire logica is een logica van de chemische industrie. Als je die nota's leest, dan rijst daar het beeld uit op van de universiteit als een soort gigantisch buizenstelsel. Mm. Waarbij de studenten als ruw materiaal bij de ingang binnenkomen. En die moeten zo efficiënt mogelijk door dat buizenstelsel gepompt worden. Productie. Ja, en de grootste risico's en wat koet vermeden moet worden, dat zijn obstructie van het buizenstelsel, dat is studievertraging. Ja. En bijna nog erger is lekkage. He, als studenten ergens halverwege of besluiten van ik ga toch maar iets anders doen. En dus dat idee van chemische industrie, een buizenstelsel waar studenten doorheen gepompt worden, dat is denk ik het beeld wat, of het managementmodel eigenlijk, het impliciete managementmodel van de huidige universitaire bestuurders. En dat is dus het chemische industrie, het niet input of output, maar throughput, zoals ze het in het Engels noemen.
Het moet er zo snel mogelijk doorheen. Throughput, ja. Doorheen. Doorstroming. Doorstroming. Doorstroom. Precies. Doorstroom. Er staat ook letterlijk in nota's die ik van mijn eigen universiteit, en die soortgelijke dingen staan ook in andere universiteiten, nota's van andere universiteiten, dat het niet mag gebeuren dat een student in zijn derde jaar nog op een studieonderdeel strandt. Ja, nou, want als dat zo is, dan deugt dat studieonderdeel niet. Nou, moet ik eerlijk bekennen, ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt. Ik ben in mid jaren 80 op de universiteit aangekomen. En als ik nu terugkijk naar mijn eigen opleiding destijds, zeker de tweede, derde jaar. En ik denk dan aan wat wij vanaf 2000, of wat ik zelf in de jaren 90 met mijn eigen student heb kunnen doen. En denk, nou, dat is wel verbeterd ten opzichte van die mid-jaren 80. Dat is het eerste. Dus dit is niet alleen maar negatief. Tweede is wel dat ik me nu realiseerde, ja, dat, maar de laatste 15 jaar ben ik daar helemaal niet meer zeker van. Mm. Ik heb het gevoel dat het eigenlijk veel minder aan het worden is. Mm. Dus ik heb wel die eerste slag gezien, dat ik echt vond dat het beter werd. En het kan ook. Maar in welk opzicht beter? Nou, dus ik vond die opleiding gewoon beter in elkaar zitten. Ja, ja. Ik vond het iets wat rommelig in midden jaren 80, om het zomaar uit te drukken. Heel veel vrijheid voor de student, maar je kon ook heel makkelijk echt verzanden. Dat was destijds bij filosofie het geval. Ja. Dat kan nog steeds overigens, laat dat ook helder zijn. Maar ik zie wel dat er in de jaren 90 ook wel degelijk wel iets verbeterd is. Ik vraag me alleen, inderdaad de laatste 10 jaar, toch heel sterk af van wat zijn we nu aan het doen. En met de BAMA's vond ik zelf dat we een enorm kwaliteitsverlies hebben opgelopen. Wat filosofie betreft. Ja. Ook, dat zie ik ook in het niveau van eindscripties. Hoe is jouw waarneming als je het gaat over kwaliteit? Je bedoelt kwaliteit van studenten of van onderwijs? Ja, onderwijs. Van onderwijs. Als ik kijk naar mijn eigen opleiding, ik heb daar ooit eens een artikel over geschreven voor het Tijdschrift voor Geschiedenis, dat heette Stijgende Graanprijzen. Ik studeerde geschiedenis en in dat artikel beschrijf ik dat ik ontdekte dat als je bij tentamens het had over stijgende graanprijzen, dat het bijna altijd goed was. Ja, ja, ja. Dus het was meer proberen een beetje een idee te krijgen van hoe willen de docenten het hebben. Ja, en dan was het... Ging over Rusland of zo. Goed. Ja. Nee, bij veel vakken moest je het hebben over stijgende graanprijzen. En als het over Nederlandse geschiedenis ging, moest je het hebben over de poldermentaliteit. Dus er waren een paar van dat soort... Maar goed, dat doet er nou niet toe. Dus ik heb zelf mijn studie als een soort schemertoestand beleefd, zoals ik dat ook in het artikel beschrijf, waar ik op een of andere manier doorheen gerold ben. En ik denk, als ik daar achteraf op terugkijk, dat met name zeg maar, de didactische vaardigheden van de docenten, dat die zwaar onderontwikkeld waren toen. Dat mogen we ook gewoon benoemen, denk ik. Ik denk dat die inmiddels een stuk beter is. Het probleem, denk ik, nu is dat die didactische vaardigheden, dat die helemaal in een soort universitaire mal moeten passen. En die mal die deugt niet. Ja. Afgezien van het feit dat het denk ik niet zo verstandig is om iedereen in een mal te willen te persen. Dus ik denk absoluut dat de dingen verbeterd zijn. Het fenomeen studiehandleiding bijvoorbeeld is denk ik op zichzelf een ontzettende verbetering. Dat je als docent gedwongen wordt of jezelf dwingt om van tevoren je duidelijk af te vragen van wat wil ik nou eigenlijk met deze cursus? Ja. Dus dat is op zichzelf prima. Het is helemaal doorgeslagen naar de andere kant. Hè. Dus tegenwoordig studiehandleidingen, dat is een stramien van iets van 20 bladzijden bij ons. Wat geen enkele student leest en wat uitsluitend bedoeld is voor de visitatiecommissies. Ja. Maar je moet, dat staat dus officieel voorgeschreven door de faculteit, je moet dat stramien volgen. En dus dan verkeert zo'n goed idee, studiehandleiding, in zijn tegendeel. Ja. En namelijk dat het een soort... Dat je juist helemaal niet meer hoeft na te denken over je opleiding. Als je maar die studiehandleiding volgens het goede stramien opzet en uitdeelt aan de student. Ja, maar die kwaliteitsvraag, wat denk jij wat nu... We hebben het ook dat er steeds minder geld is per individuele student. Hoe kijk jij zelf naar die kwaliteitsontwikkeling? Nou ja, er zitten heel veel kanten aan. Een van de kanten is, wat ik bij mijn eigen opleiding zie, geschiedenis, dat en dat zie ik elders ook wel gebeuren, dat het verplichte curriculum, dat
alsmaar aan het uitdijen is. Ja, heel weinig keuzevrijheid. Ja, verplicht curriculum, dat is wat leidt tot de McDonaldisering van de opleiding. Tot uitwisselbaarheid van docenten, tot deprofessionalisering, et cetera. Dus mijn idee zou zijn... Van uniformering en... Ja, mijn idee zou zijn, probeer dat kerncurriculum zo klein mogelijk te houden. Maar de tendens is precies omgekeerd. Ja. Laten we dat zo groot mogelijk maken. Ik heb aan buitenlandse universiteiten gezeten waar eigenlijk nauwelijks een kerncurriculum was. Waar docenten elk semester twee seminars. Nou, zo was het vroeger ook. Zo ben ik in Leiden begonnen, ook zelfs als docent. Ja. Ja. En dat is helemaal verdwenen. En ik denk dat alsmaar uitdijen van dat kerncurriculum, dat een hele kwalijke zaak is. En dat moet worden teruggedrongen. Dat gemaximeerd moet worden. Laten we zeggen, tot 25% van de bachelor. Je hoort ook allerlei studenten klagen, bijvoorbeeld dat bij bedrijfskunde, ik noem maar wat. Eigenlijk geen open vragen meer krijgen, alles meer keuze wordt. Mm-hmm. Dus dat zou bij geschiedenis natuurlijk nogal meevallen, maar dat zie je natuurlijk elders wel, dat mensen, studenten helemaal niet meer leren schrijven, om het zo maar te noemen. Ja. Nou, dat schrijven van studenten, dat breekt de bek niet open. Ja, nee, maar goed, dat is natuurlijk heel onderwijsintensief. Ja. Ja. Je moet een paper je moet eigenlijk nabespreken, je moet commentaar geven, dit kan niet. Ja, dat is dus niet meer te doen. Dat is ook een van de redenen waarom ik vertrokken ben. Dat nakijkwerk, dat vond ik niet meer te doen. Onderwijs geven zelf vond ik hartstikke leuk. Het nakijkwerk is een ramp. Je moet dan, als je het goed wil doen, moet je zin voor zin moet je feedback geven. Elke zin valt iets aan te merken. Ja. En dan heb je het alleen maar over de taal. Dat is niet meer te doen. Maar dat is natuurlijk wel heel triest. Want dan heb je het al over studenten die eigenlijk verder hun opleiding zijn. Ja. Die basisvaardigheid nog niet onder de knie hebben. Ja, nou, inderdaad. Mensen studeren af bij ons op scripties die in een Nederlands gesteld zijn. Waarvan ik denk van dit zou niet moeten mogen. Ja. Ja, nou, dan schakelen we toch gewoon over naar het Engels, dan merken we het niet meer. Ja, inderdaad. Dat is het allemaal niet meer door. Hoe het ermee gesteld. Ja, ja, ja. Hey, we hebben het nu vooral over onderwijs. Heb jij zo'nzelfde ervaring? Dat is natuurlijk heel veel al gezegd ook, over de rol van NWO, maar wat op het onderzoek betreft. Ja. Ik ben zelf in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik een grote onderzoekssubsidie kreeg. Die me eigenlijk heel lang heel veel vrijheid gegeven heeft. En het feit dat toen kon. Dat ik zo. Ja. Ik werkte toen niet aan de universiteit. Dat ik als buitenstaander zoveel geld kreeg. Dat vond ik wel buitengewoon riant. Ik heb de indruk dat het in de loop van de tijd veel moeilijker geworden is om op die manier onderzoek te krijgen. Daar zijn natuurlijk ook al die acties over geweest. Ja. Een NWO-aanvraag al zoveel tijd kost dat bijna de helft van het geld nu opgaat het circus. Ja, dat zie ik om me heen natuurlijk gebeuren. Dat docenten dat die eigenlijk alleen nog maar bezig zijn met onderzoeksaanvragen die dan weer mislukken en... Die daar volkomen gedemotiveerd van raken. Hans Radder heeft er eigenlijk veel over gedaan. Terwijl je eigenlijk gewoon leuke dingen zou moeten doen. Mooie artikelen zou moeten schrijven. Mooie boeken zou moeten maken. Ja. Maar die energie die is daar eigenlijk niet meer voor. Omdat je gedwongen wordt die onderzoeksaanvragen te doen. Plus nog alle dingen eromheen natuurlijk. Hè? Dus het onderzoeksaanvragen van anderen beoordelen. En rapporten erover schrijven. Dus dat is een volkomen doorgeslagen circuit geworden, denk ik. Ja. Plus ook dat de NWO in ieder geval ontzettend op safe speelt al een aantal jaren. Die geven alleen maar geld voor onderzoek waarvan ze eigenlijk wel zeker weten dat het resultaat oplevert wat 4 jaar daarvoor voorspeld is. Het is inmiddels ook al geanalyseerd, hè, dat het conformisme in de hand werkt, dat eigenlijk het verrassende, bijzondere onderzoek eigenlijk niet meer gebeurt. Ja. Risico's worden gemeden, dat heel veel tijd gaat zitten in het meedoen met het systeem, ook de disciplinering. Ja. En ook op die manier haar carrière maken. En want het is ook eigenlijk de voorwaarde om überhaupt binnen de academie een poot op de grond te krijgen. Nou goed, daar is ook door anderen veel over gezegd. Hè. We hebben de beweging Science and Transition gehad. Ja. Die zich met name ook op dat onderzoek richt en de perverse prikkels daar. Ja. Hans Radder met... Wat is het? De
Hervorming Nederlandse... Academisch Manifest. Ja, dat is volgens mij de Hervorming Nederlandse Universiteiten, die stichting. Nou ja, onze club die zich daarover uitgesproken heeft, Chris Lorenz. Nou, jij hebt er nu voor, nogmaals ook, met name ook rond onderwijs, nog eens een zaak ook op de kaart gebracht. Wat moet er gebeuren? Ja, daar hadden we het gisteren ook over inderdaad. Ja. Er is nu weer een ronde met geld geweest. Ik denk dat niet goed is. Dat is natuurlijk buitengewoon... Ja, dat hoor je het onderwijs natuurlijk standaard zeggen. Daar maak ik me niet populair mee met dat zeggen. Maar ik denk dat dat niet goed is. Dat gelet op de organisatie van het onderwijs... dat geld zal geabsorbeerd worden door het systeem... en zal niet terechtkomen waar het terecht zou moeten komen... namelijk bij beter onderwijs. Ja. En dat is heel jammer dat dat op die manier gaat. De minister gisteren had het over de kwaliteitsimpuls. En, ik heb zelf geconstateerd dat... Over Newspeak gesproken. Ja, precies. Ik heb zelf geconstateerd dat de nota bij mijn eigen faculteit... die heet kwaliteit en kwaliteitsborging of zoiets. 2.0. Er is geen nota geweest die zo'n... negatief effect heeft gehad op de kwaliteit als die kwaliteitsnota. Ja, precies. Dus ik ben daar niet optimistisch over. Ik denk dat er absoluut geld bij moet, zeker voor de letteren, geesteswetenschap. Ik denk dat die bekostiging structureel anders moet. Andere bekostiging, andere financiering. Ja, nou, ik denk dat die financiering niet het hoofdprobleem is. Het hoofdprobleem is naar mijn gevoel die deprofessionalisering. Dat heeft ook te maken met de manier waarop de universiteit bestuurd wordt. We hebben al heel erg lang dat idee van besturen op afstand. Hè, en dat wordt dan gekoppeld aan prestatieafspraken. Ik denk dat een desastreus model is. Dat dus al die verschillende bestuursniveaus elkaar op afstand zitten te besturen. En dan prestatieafspraken opleggen aan het niveau onder hen. Maar dat begint natuurlijk met de overheid die dat doet. Dat begint met de overheid, ja. Dat, ik denk ook dat het daar moet stoppen. Dat is ook wat ik in mijn boek ga propageren. De overheid moet de roer omgooien. Precies, ja. En dat is natuurlijk ook niet echt een politiek correct standpunt. Omdat het ook juist de overheid geweest is die de afgelopen jaren voor allerlei negatieve impulsen... op die universiteit. Nou ja, ze heeft vooral natuurlijk modellen geïmplementeerd, die overheid. Ze is inhoudelijk helemaal niet meer in gesprek gegaan. Maar ze heeft vooral met geld continu prikkels uitgedeeld. Ja. En we zien waar dat toe leidt. Ja, dus dat is een plutocratische organisatie. Dat doet iedereen op zijn eigen niveau. Ja. Dus dat gaat helemaal door zo naar het laagste niveau. Dat is wat mij opvalt. De universiteiten vertalen het gewoon door. En want die laten weer hun faculteiten onderling concurreren. Ja. En binnen de faculteiten weer de vakgroepen weer. En iedereen gaat het tellen en rekenen. En dus het is zeg maar het neoliberale bestuursmodel. Ja. Of het nieuwe public governance en management. Dat is helemaal... Ja. En zo erg dat mensen zo bijna niet meer anders kunnen denken. Ja. Maar ja, hoe moet je het dan doen? Ja, nee, exact. En dat is een hele mooie metafoor, denk ik, in dat nieuwe public management. Hè, van sturen, niet roeien. Ja. Hè, dus al die bestuurders die zeggen van, we moeten alleen maar sturen. Hè. Ja. Niet roeien. Hè, dat moet onder ons gebeuren. Ja. En dat wordt dus niveau op niveau naar beneden doorgegeven. Iedereen dat zegt. Ik probeer je even voor te stellen hoe daar helemaal onderaan de lijn... al die roeiers, hè, want er moet uiteindelijk wel iets gedaan worden. Dat is die bekende... Hoe die als idioten zitten te roeien en dan de ene kant op en dan weer de andere kant op. Hè, want al die missievers die komen zo van boven. Ik moet dan denken aan die bekende spotprint. Dan zie je inderdaad zo'n roeiwedstrijd met de coach die roept door zo'n grote toeter. En dan zit er nog iemand onder die roept ook. uiteindelijk zie je één mannetje zien roeien. Dat is een beetje dat beeld. Maar goed, dus we hebben de overheid moet in beweging komen eigenlijk met een ander soort sturingsmodel. Ja. Het moet ook een andere... we zitten ook opgescheept met de manier waarop de... Governance. Waarop wettelijk geregeld is hoe de universiteit bestuurd moet worden. De modernisering universitaire bestuursstructuur. De MUP. Ja. 94. Ik denk dat die van tafel moet. Ja. Want die creëert een systeem waarin de bestuurders zich niet meer hoeven te verantwoorden. Ja. Dat neemt echt dramatische proporties aan. We hebben in Groningen gehad de enorme fiasco van dat China-avontuur. Ja. Het college van bestuur wat jarenlang
al zijn kaarten gezet heeft op uitbreiding naar China, China-filiaal. Ja. Uiteindelijk bleek dat niet realistisch, kon het niet doorgaan. Ja. En het college van bestuur heeft geweigerd zich daarover te verantwoorden. De universiteitsraad heeft gevraagd, moeten we dat niet agenderen? Zegt het college van bestuur, doe maar in de rondvraag. Ja. Ja, dus hebben ze dus jarenlang al hun kaarten gezet. Doe maar in de rondvraag. Ja, dan kunnen ze vervolgens weten hoeveel miljoenen dat heeft gekost. Precies, ja. Vervolgens is het wel op de agenda gekomen dat de universiteitsraad dat per se wilde. Dus alle partijen in de universiteitsraad hebben daar een zegje over gedaan. Over van hoe je dat kon evalueren, dat China-avontuur. Het college van bestuur heeft erbij gezeten en heeft niets gezegd. Ja, en dat kan dus. En dat kan. Dat is de consequentie van de wet waarop de universiteit... De MUP. Ja. Ik denk dat moet veranderen. Dat er een universitaire structuur moet komen waarin bestuurders zich daadwerkelijk moeten verantwoorden aan de mensen die ze besturen. En dat is iets anders dan inspraak. Ja. Er moet een verantwoordingsplicht komen. En dan niet alleen naar boven, hè, via prestatieafspraken. Maar bestuurders moeten zich verantwoorden richting de mensen over wie ze besturen. Ja. Nou, wat ik bij dat China-verhaal ook altijd zo bijzonder heb gevonden, is dat kennelijk bij die universitaire bestuurders nooit serieus het argument van academische vrijheid serieus is meegewogen. Nee, maar dat is... Het is even, we gaan naar een land wat toch eigenlijk... Maar de hele academische vrijheid staat in de wet op het wetenschappelijk onderwijs staat dat elke docent de vrijheid heeft om zijn eigen onderwijs in te richten. Ja. Dat staat in de wet. Ja. Geen enkele faculteit, geen enkele universiteit houdt zich wat dat betreft aan de wet. Er wordt voorgeschreven door mijn faculteit... Dit is het universitaire of het facultaire onderwijsconcept. Hey, en docent, je moet je daaraan houden. Het is massaal aan de hand natuurlijk. Dat zeggen we ook bij die verengelsing. Er staat gewoon heel duidelijk in de wet dat onderwijs in beginsel in Nederlands wordt verzorgd. Er zouden goede redenen zijn. En dat kan bij buitenlandse gastdocenten. Daar zijn allemaal goede redenen voor. En maar de wetgever heeft ooit een idee gehad waarom het verstandig is natuurlijk om die wet zo te formuleren. Opvallend is, dus er is nu een moraal ontstaan, ook binnen de academische wereld, dat was helemaal niet aan de wet hoeven houden. Nee, exact. Ja. Dat is gewoon. En, dus, en dus dat voorbeeld van China vond ik ook heel opvallend. Dus het is eigenlijk zo'n kernwaarde van de academie, academische vrijheid. Ja, het interesseert ze helemaal niet. Is helemaal niet. Nee. Kennelijk is dus zijn de plutocratische argumenten van geld of leuke reisjes maken of wat dan ook. Nee, dat is nog niet eens van geld en leuke reisjes maken. Het is een soort habitus van wat is het toch ontzettend leuk om ondernemer te zijn. Ja, ja. Ook. Wat dat betreft is dat China-avontuur niet anders dan het avontuur van die hogeschool in Leiden die in het onroerend goed ging. Ja. Fijn ondernemers zijn. Ondernemers. Maar ondernemers die zelf geen enkel risico lopen. Nee, die zich niet hoeven te verantwoorden. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk kern van het verhaal. Ja. En ik denk wel overigens dat daar ook motieven mee spelen die naast het ondernemerschap ook wel heel aantrekkelijk maken. Om dat in China te doen. Maar goed, dit is even... Dus dit is het eerste. Overheid moet dus in actie komen. Ja. Op een andere manier het gesprek aangaan. De wet moet veranderd worden. Er moet iets aan die bekostiging gebeuren. Ja. En zijn we er al mee? Nou, er moet natuurlijk een reprofessionalisatie komen van de docenten. De docenten moeten afkicken van het heel lang op dit spoor gezeten hebben. Universitaire docenten moeten weer een soort... Dus uit de matrix. Je roept ze eigenlijk op om uit dat bad te komen. Precies. Uit de matrix. Ja, dus ze moeten weer autonome professionals worden. Wat niet hetzelfde is als dat ze maar gewoon een soort... vrijheid, blijheid. Niet anything goes, natuurlijk. Er moet ook een soort intercollegiale toetsing zijn. Dat is trouwens ook nog een van de dingen die ik zou willen voorstellen. Compleet afschaffen van alle... verticale vormen van toezicht, van audit. Mm. Dus alle visitatiecommissies, alles wat verticaal toezicht impliceert, visitatiecommissies afschaffen. En vervangen door horizontale vormen van toetsing, intercollegiaal. Dus laten de filosofen van de VU, laten die eens komen kijken bij de filosofen in Groningen. Gewoon in gesprek gaan. Van hoe doen jullie het en waarom doen jullie dat zo? En dat is denk ik een goede... vorm van toetsing die recht doet aan de professionaliteit van de docenten. Hey, en zijn we er daarmee? Nou, vast niet, maar... misschien moeten er wel nieuwe initiatieven ontstaan. Ja.
Dat denk ik zeker, ja. Ik denk dat wat Louise Fresco gisteren zei over dat er wat meer ruimte voor experimenten zou moeten zijn, dat ook denk ik een goede is. En ik denk ook... Daar ben ik helemaal voor in. Daar ben ik al mee bezig ook. Je bent dus, wel mee bezig, ja. Precies, ja. Ja. Ja, ik doe het in zekere zin ook, maar ja. Mijn vorm van experimenteren is... Ja, maar wat ga jij is, doen? Want jij, de studenten waren toch, ik mag wel zeggen, diep teleurgesteld dat jij vertrok. Je hebt in Groningen overigens ook een hele actieve studentenbeweging. Ik heb er ook enig contact mee. Ja. DAG, het is het geloof ik. Ja, ja, ja. Ze waren gisteren ook aanwezig bij de manifestatie. Ja, zeker. Ja, maar je bent wel vertrokken. Ja. Dus hoe ziet jouw toekomst eruit? De komende maanden heb ik mijn handen vol aan dat nieuwe boekje. Ik heb helemaal geen tijd om me ergens druk over te maken. Of me bezorgd over te maken over of ik wel genoeg ga verdienen. Maar verder ziet mijn toekomst eruit dat ik lezingen ga geven. De mensen kunnen mij uitnodigen voor lezingen. Ik ga artikelen voor de krant schrijven. En ik ga af en toe een boek schrijven. 1 boek per jaar of zo. Ja. Dat kan nu. Lijkt me een mooi bestaan. Ja. Ja. Maar wel jammer voor die generatie studenten die jou dan moeten missen. Ja, zo is het. Ja, om maar zo over nadenken. Ja. Hey, ik dank je in ieder geval voor het gesprek. En ik hoop dat je boek en ook de discussie die momenteel over de universiteit gaat, dus dat die mag bijdragen aan het in beweging komen van de politiek en ook aan van de bestuurders. We zullen dan moeten afwachten, wederom. Hè, maar ik denk wel dat als we het over ommekeer hebben, dat die ook hoog nodig is binnen de universiteit. Ja, zeker. Oké, dankjewel. Oké.